Misschien heb je andere specialiteiten zoals redstone of weet ik veel wat. Ben ik wel benieuwd naar. Nou ja, ik kan... Hallo bewoners van de GameStop en welkom bij weer een nieuwe Skyblock. Een duo Skyblock, terwijl we niet echt meer een duo zijn. Vandaag is Chelsea Jane er niet bij. We hebben de afgelopen 2 of 3 afleveringen... Oh, nou zie je ze al gewoon staan daar zo. Heb ik met Chelsea Jane opgenomen, het meisje wat nog nooit Minecraft had gespeeld. Ze zal er zeker weer bij zijn in de toekomst. Maar ik heb eventjes wat hulptroepen ingeschakeld. Minecraft Guy en Strange Merman. En je kan ze misschien kennen van de Kingdom-serie die ik hiervoor ook nog heb gedaan. Maar hallo, hey, pro's, Minecraft pro's zien jullie een beetje, denk ik zo, toch? Ja. Niet zoveel. Ja, Oké, jongens, ik ga nieuwe mensen zoeken. Spring maar van het eiland af. Ik ga door naar de volgende. Dit zijn de audities van Duo Skyblock members gezocht. Doei! Joejoe! Krijg ik mijn spullen kwijt? Ga nou, doei. We gaan eventjes iets doen. Ik ga wat taken verdelen. De vorige keer liet ik haar een huisje bouwen. Dat was niet zo mooi. Toen wilde ik even verbeteren. Is hij ook niet zoveel mooier geworden. Ik heb alleen de voorkant om af trouwens. Dus ik wil eigenlijk aan Stranger Merman vragen of hij hier iets moois van wil maken. Gewoon een mooi huisje. Hoeft niet moeilijk te zijn. Of gewoon iets mooier dan dit. Dat is niet heel moeilijk, denk ik. Toch? Ik zal mijn best doen. Ja, spulletjes liggen hierin. Ik zal nog wat van deze spullen hierin leggen. En dan wil ik aan Minecraft Guy NL vragen. Je hebt een pickaxe. Ja, jij kan natuurlijk heel veel materials verzamelen. Maar ik zou ook tof vinden als jij misschien iets van eten kan verzorgen of zo, weet je wel. We hebben hier volgens mij wel... niet zo. Ik bedoel gewoon dat we een farm hebben hier, snap je? Dus ik heb hier meloenen. Daar kunnen we zaadjes van maken. Ook pumpkin seeds. Dat kan je niet eten natuurlijk. Hebben we geen gewone zaadjes? Oh, vind je dit al mooier zo? Is dit al een begin? Oké, terwijl jullie dit doen, kom ik zo bij jullie terug. Maar ik ga eerst eventjes toch bij wat andere members kijken hoe ver zij al zijn met Skyblock. Want een paar weken geleden was de reset. Wow, ik ben bij Not Your Valentine. Kan ik vliegen überhaupt? Als het goed is wel, toch? / fly. Ja hoor, wauw. Ik ben hier geplant op goud... Welk level is dit? What? Not Your Valentine is level 3.200.408 en nooit. En wat is dat daar? Daar heb je een soort van die farms. En hier staat ook weer iemand. Allemaal grafstenen. Wat is hier allemaal gebeurd? RIP. Mobcoin generator. Oké. En hier heb je van die cobblestone generators die echt super... Nooit. Dit eiland is zo ziek. Ik ga meteen naar het ziekste eiland toe. Dat wist ik helemaal niet. Iemand die zei van kom naar mij toe. Dus ik ging meteen naar diegene toe. En ik kom meteen op het ziekste eiland. Wat is dit allemaal? Dit zijn meloenen. Die breken meteen af. Komt het in het water terecht. En dan heb je hier nog meer meloenen. Die komen ook allemaal in het water. Die hebben nooit eten te weinig. Dit ziet er zo ongelooflijk sick uit. En hier heb je dan weer van die... hoe heet deze dingen? Cactussen. Wat moet je met zoveel cactussen? Ik heb geen enkel idee. Man. En dit doe je dan allemaal in survival. Of ja, misschien heeft diegene een rankje gekocht dat hij kan vliegen. Ik wil dit wel eens zien. Kan ik in dingetjes? Oh, ik kan in de kisten. What? Ik kan de kisten checken van deze persoon. Maar er zit allemaal niks in. Misschien goud. Ook niks. Misschien diamonds. Zie ik ook niks in zitten. Oh, ze kan zien dat ik in haar kisten kijk. Ja, kom eens, Mark zegt. Oké, ik ga eens even meekijken. En zometeen ga ik dus terug naar mijn eigen eiland. En dan ga ik dus eens kijken wat er allemaal is gebeurd. De volgende aflevering ga ik proberen om Chelsea Jane er weer bij te hebben. Want het is natuurlijk wel super leuk om zo'n Minecraft noobje in deze serie te hebben. We gaan heel veel weg. Oh, hier is nog veel meer. Wat de hel is dit? Ik zie allemaal iron golems. En dan hebben we hier nog allemaal gekke dingen. En waar is ze verder? Waar is ze heen? Hallo? Oh, hier is ze gewoon. Wat zegt ze allemaal nog in de chat? Helemaal niks. Ik vind het echt ziek wat ze tot nu toe allemaal heeft. Maar ik ben toch wel weer een paar minuutjes weg. Ik denk zo'n 5 minuutjes bijna wel weer. En ik ga nu alweer terug naar mijn eigen eiland. Want ik wil daar gewoon progress. Ik wil progress maken. Ik wil gewoon lekker survival. Lekker oldschool survival op mijn eigen eilandjes. Dan ga ik even naartoe. Hallo? Hallo? Wow! Het huisje ziet er echt al een heel stuk anders uit. Ik zie nog niks van een farm of eten. Wat heb je in de tussentijd gedaan, slaafje? Nou, bedankt. Ja. Ik was eerst even wat aan het mijnen. Dat als je wat nodig hebt, dat je het zo kan pakken. Handig. Food. Dan denk ik dat we hier iets groter dit uit moeten breiden. Ja, we kunnen met dirt kunnen we dat daar gewoon uitbreiden. En dan kunnen wij daar gewoon een farmpje maken of zo. Het huis begint er toch wel aardig tof uit te zien, vind ik zo.
Ja, het is een hele andere vorm geworden. Ik had het zo niet in gedachten, maar vet. Oké, dan ga ik even met jou helpen om dit gewoon in survival, doe ik wel zonder fly. Om het een beetje uit te breiden, dit eilandje. Zo. Hey, maar spelen jullie ook nog vaak Kingdom? Of in ieder geval jij, Minecraft Kai? Speel je nog veel Kingdom? Af en toe speel ik het nog wel eens als ik me verveel. Het team is een beetje, de groep is een beetje uit elkaar gegaan. En dat is het jammere. Ja, ik heb al een tijdje geen Kingdom meer opgenomen. En ik weet ook niet of ik dat nog veel ga doen of zo. Maar wat is jouw specialiteit? Want dan kunnen we daar ook een beetje focussen. Want ik heb je nou wel een beetje het boerenleven gegeven. Dat jij het eten moet verzorgen en zo. Maar misschien heb je andere specialiteiten zoals redstone of weet ik veel wat. Ben ik wel benieuwd naar. Nou ja, ik kan... En Strange Murmur, wat is jouw specialiteit? Is dat echt huizen bouwen of zo? Ben je daar gewoon heel goed in? Ja, het is meer gewoon... Ik ben wel goed met eten maken, farms maken, zo dingen. Oh, dan heb ik eigenlijk gewoon jullie de verkeerde rollen gegeven hier zo. Beetje, ja, beetje. Oh ja, nou ja. Ik ben gewoon benieuwd wat jij maakt. Maakt niet uit of het mooi of lelijk is. Maar de kijkers mogen straks wel oordelen of het mooi of lelijk is. Dus misschien word je keihard afgebrand zometeen. Er is natuurlijk een noob op dit eiland. Wat zouden we diegene nog kunnen leren hier in Minecraft? Ik denk een farm maken of zo. Of oh, dat is wel leuk, ja. Dus eigenlijk moet jij gewoon een voorbeeld farm maken, Minecraft guy. Iets kleins gewoon, of niet groot te zijn. Misschien wil Strange Merman, dat, die is echt de farmer pro, zegt hij net. Dus dat hij dat de volgende keer doet. Maar dan wil ik eigenlijk Chelsea Jane in de volgende aflevering een farm laten namaken of zo. Want ze weet waarschijnlijk niet hoe dat moet. Dus ik geef haar in de volgende aflevering waarschijnlijk zo'n hoe en wat zaadjes. En ik ben heel benieuwd wat ze daarmee gaat doen dan. Of misschien moet je nog helemaal geen farm maken. Dat zij dat gewoon in één keer doet. En dat ze gewoon met een mond vol tanden staat en van denkt van... En nu? Wat moet ik met een ho en met zaadjes? Ik denk dat dat wel leuk is. Even kijken, het huisje. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Jongens, laat in de reacties weten wat jullie tot nu toe van het huisje vinden. Geef ook even lekker een cijfer. Laat ook vast een dikke vette duim omhoog. Want de volgende aflevering gaat sowieso heel erg sick worden. Helaas hebben we geen caves of zo. Want ze kunnen ook niet echt verder survival of zo. En helaas is dit ook geen 1.14. Dus kunnen we ook niet de nieuwe dingen hierin craften. Dat zijn allemaal wel kleine dingetjes die een beetje jammer zijn. Je kan wel naar de Nether. Oeh, ja, dat is ook wel leuk. Daar kun je wel echt in survivalen. Dat is ook wel iets voor later, denk ik, leuk om te doen. Ik heb al een kijkje gekeken. Daarom had ik eigenlijk in eerste instantie die pickaxe. Ik dacht, ik ga Marnik blij maken. Als ik alvast wat kwarts en zo heb. Waarmee we mooie dingen kunnen maken. Ja. Nou ja, ik wil het toch wel een beetje nog op de normale manier houden. Dus niks uit de shop kopen. Je hebt natuurlijk die pickaxe gehaald. Maar dat is geen enorme ramp. Maar obsidian moeten we ook nog krijgen. Dus op de een of andere manier. Dat gaat misschien lastiger worden zonder iets te kopen in de shop. Maar daarvoor hebben we dus lava en water nodig. We hebben nog gewoon lava en water. Ik heb 2 lava buckets en een ijsdingetje. Dan moeten we zo een infinite water source maken of zo. Op de een of andere manier. Hoe gaan we dat doen? Daar heb je 2 water voor nodig. Ja, dus dan kunnen we het water van hier pakken. En dan kunnen we dat ijsblokje pakken. Dus dan zou je deze weg moeten halen. Dan stroomt het water daar naartoe. En dan heb je hier een source. Dat zouden we wel kunnen doen. Dus ja, 4 bij 4. Ik heb alleen geen bel. Het wordt er niet bepaald mooier op deze manier. Maar dan hebben we gewoon tijdelijk eventjes een infinite water source. En ik ga ook eventjes toch de water bucket erbij pakken. Ik weet niet of dit gaat werken, jongens. Want ik weet niet of infinite water source nog gewoon... Huh? Oh, ik dacht al, mijn water is weg. Maar dat waren 2 buckets. Die plaatsen we daar. Die daar. Waarom plaats je... Oké, breken we dit ding eerst. En dan dit. Ja. Ja, het werkt. Oké, nice. We hebben een infinite water source. Het is niet bepaald mooi, maar dit kunnen we allemaal nog veel mooier maken op een later moment. Maar zo kunnen we dus heel veel water hieruit halen. En hebben we infinite water. Nice. Oké, dan hebben we dat ook weer gefixt. Super chill. Wat nou als ik wat obsidian ga fixen met deze pickaxe en lava halen in de Nether? Ja, maar hier hebben we nog wel lava, gewoon 2 lava buckets hierin zitten. Als we op een hele creatieve manier gewoon water samenvoegen met lava, dan moeten we dan bijvoorbeeld... Ik weet niet hoe dat precies moet eigenlijk. 1 lava is 1 obsidian. Is dat zo? Ja, want als je lava met water doet, dan wordt dat lavablok wordt obsidian. Zullen we het gewoon eens testen eventjes? Ik wil even testen allemaal. Ik weet het allemaal niet. Ik ben al best wel noob op dit gebied. Ik denk dat wij... Wacht eventjes. Dan doen we het wel even veilig. Plaats ik het lava hier. Het is niet symmetrisch. En dan moet je het water... Daarnaast. Als het goed is. Nee, daarboven. Doe maar daarboven. Of gewoon hier. Daar plaatsen. Eentje, je hebt wel gelijk. En ook nog eens heel veel speciale resources, wauw. Dit is een beetje jammer, je hebt gewoon gelijk. Dus we hebben eigenlijk nog maar 1 lava, nog maar 1 obsidian dus. Dan moeten we misschien meer lava kopen, of... Bukkets zijn welkom bij mij. Oké, dan geef ik jou gewoon je dingen.
Die zitten nog meer in de kist als het goed is. Misschien hebben mensen lava bucket voor ons. Misschien kunnen we die kopen. Misschien kunnen we andere dingen daarmee doen. Want ik weet niet op welke andere manier we dan ook maar lava kunnen krijgen. Ja, je kan misschien... Wow, dikke lag spikes. We kunnen misschien ook gewoon naar de nether gaan via een andere nether portal. En daar lava vandaan halen. Dit is de eerste. Hoppakee. Waar gaan we hem plaatsen straks? Dan kunnen we alvast één blokje daarvan plaatsen. Doen we blokje voor blokje. Ik denk dat je iets te snel wil gaan. Oh, nee, laten we maar. Dat laat ik hem nog niet plaatsen. Oké, het huisje begint echt vorm te krijgen. Het is echt een designerhuisje. Ik zou normaal het dak wel een beetje eentje opzij plaatsen. Want nu is het een beetje blokkerig. Ik zou altijd eentje uitbouwen met het dak. Maar dat doe ik meestal. Misschien ben ik gewoon heel raar met die dingen. Maar oké, jongens, we gaan hiermee dus wel afsluiten. De volgende aflevering hoop ik dat Chelsea Jane weer bij is. Gaan we haar een farmpje laten maken. En dan gaan we ook een stapje dichter bij de Obsidian Portal komen, denk ik. Misschien heeft Minecraft Guy dan al wat meer Obsidian. Misschien heeft Strange Mermaid dan het huisje af met glas erin. Ik weet het allemaal niet. We gaan het allemaal zien. Laat een dikke witte like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.